Ja, hier is Vissie weer. Ik ben samen met Remco. Dit is een wedstrijd in de Eredivisie. Nou, AZ Feyenoord op Super Sunday. We hebben net dus aangespeeld, 5-3. Nou ja, wat gaat het worden? Ja, lastig. Ik vind Feyenoord wel gelijk gespeeld tegen wat we moesten dit weekend. 2-2 tegen Twente. 2-0 achter. Dat was echt een slechte wedstrijd. Gewoon van beide kanten. AZ Feyenoord heeft gewoon goed gewonnen. 4-1 van de VVV. Of van Giacomakis bedoel ik. Mm. En ik vind AZ tegen topclubs echt wel goed. En tegen Ajax zijn ze misschien wat minder gespeeld. Dus AZ gaat weer winnen? AZ gaat winnen, ja. Of tegen Feyenoord. Vooral als Feyenoord net zo speelt tegen Twente. Dan kan ik me niet voorstellen dat AZ verliest. Ja, dat gaat 3-1 worden voor AZ. Ja, ik zeg 4-1. 4-1? Ja. Jezus. Nou, dat zou niet best zijn. Ik denk dat je dan onze coach... Maar moet eigenlijk ook ik zie ook denken, ja, maar Feyenoord tegen topclubs is ook natuurlijk een hele andere wedstrijd. Want op een of andere manier kunnen ze zich niet motiveren tegen je van de lage ploeg, terwijl ze helemaal niet hoog staan op de ranglijst. Nee, maar ik het ziet er ook echt heel slecht uit als ik eerlijk ben. Nou, ik heb goed dat alles van Berghuis moet komen en dan de rest is allemaal geluk. En dan hebben ze Senesi, vind ik een goede verdediger. En verder vind ik, ja, niet een heel bijzonder elftal. Nou, we gaan het gewoon zien. Ik ben benieuwd hoe het speelt. Like even deze video en dan gaan we over naar de wedstrijd. Hallo iedereen, welkom hier. Hallo iedereen. IETV. Dat is natuurlijk altijd bekend. Ook wel Ziggo. Ziggo. Heb jij Ziggo's? Ja, jij hebt een Ziggo, toch? Sorry, nee. Het is met Ziggo. ESPN. ESPN. Ik kan het echt niet tegen. Wat doe jij? Ik ben nog steeds van de Eredivisie Live. Vind dat nog steeds de echte naam? Ik kan nog zo'n DVD van Eredivisie Live. Dan ga ik op stift ook. Hij net iets te vroeg gelopen daar. Hij zit er goed tussen bij die paas. Huh? Nou, dat zag wel heel tutjes uit. Oh, dat is een overtreding. Appa, geel. Sorry. Ja, kom op nou. Ja, deze geel ook. Lekker animatie trouwens. Die keeper, die scheidsrechter stond er al bij. En hij komt daarna aanrennen nog vergeel. Slechte animatie hier. Ja, maar ik denk dat ze bij EA daarmee bezig zijn met animaties. Goed afgepakt. Oh, vlug. Ook vreemd gewoon de bal. Ik neem hem gewoon rustig over even. Jens Torenstra. Nicola Jurgensen. Ja, dat loopt er niet meer mee. Je weet hoe FIFA is. Kun je hem overlaten? Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. Hij geeft hem diep. Oh, wat een schotkans. Gadver, heel goed uitgehaald. Kelvin Stengs. Gaan we weer. Mag ik weer achter hem aan rennen, zeker? Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Oh, wat is dit voor onzin! Dat is een goed balletje van mij, hoor! Ja, maar die oma, hoe ik hem uit de lucht en nog op mijn voet plakt, ook lijkt het. Als je dat in het echt doet, jongen, dan krijg je echt, dan gaat ook de wereld over. Ja, dat is nog eens goed uitverdedigen dan. Gadver, wat heb ik makkelijk van de bal gezet. Verdediging, let goed op. Als het Senesi was, dan is het wel een speler die het zou kunnen doen. Wat is... Waarom vergeten de mannetjes elke keer de bal? Ja, dat is ook niet dan. Gaan weer alle ballen op. Berghuis. Komt er een doelpunt aan? Gadver, go, gadget weer. Oh, nu vergeet ik de bal even goed in te stappen. Oh! Jordi Klaasie. Scheids? Zo! Even borst tegen borst, joh. Nicola Jurgensen. Mark Diemers. Torenstra. Oh, ik dacht dat het voor een penalty, maar... Nicola Jurgensen. Oh, vingertoppies, hoor. Deze hoek zal beter te maken bij deze gelijke stand.
Daar komt de hoekschop van Steven. Nee, wat is het? Waarom gaan die binnen en corners vaker erin? Ja, weet ik niet. Ook allemaal de verre hoek, zeg maar. Dat is gewoon altijd standaard. Laten we deze treffer nog eens bestuderen. Slecht verdedigd. Slecht keep. Ja, kijk, wat hij valt weer naar achter. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar het is echt verschrikkelijk om te zien. Het lijkt wel alsof die keeper zijn rug breekt. Ja, maar let maar eens echt op elke goal maar eens analyseert. Het is al die keeper die naar achter duikt, of naar achter valt. Daarom echt, ik hoop echt zo'n klein beetje naar PES kijken. Want PES heeft echt zulke mooie keeper animaties. Nou, wat? Daarmee heeft hij die paas onderschept. En dan trek je naar binnen. Zo! Oh. Gaat hij weer buiten spel, zeker. Ik heb al gedrukt! 1 minuut blessuretijd. Weinig problemen voor het doel. Ik kan hem ook niet meer cancelen op een of andere manier. Rust. Waarom fluit hij nou weer die klote scheids? Nee, we hebben dat gehad. Ja, je bent een nieuwe selectie erin. Ja, nou, dat is maar gek, joh. Speelhelft nummer 2. Geen statische spits meer nu. Steven Berghuis. Steven Berghuis zit er nog in. Ja, de. Af op een speler. De inworp voor de Rotterdammers. In het centrum gespeeld. Oh, wat? Lekker. Dat is een flippen goal was dat. Jordi Klaasie, joh. Nou, ik word er wel gek van, hoor. Ja, merk je nu het verschil naar PSV en Ajax? Ja, tuurlijk. Het is niet normaal. Niet normaal. Wat? Vasthouden, hè? Scheid, zag je niet? Wow. Wat? Ja, hoor! Ja, daar gaan we! Ja, hoor! Tuurlijk, wel te rusten, hè? Gewoon dit, hè? Nu moet er iets gebeuren. Nee. Kaas, goal to the backs! AIDS goal ook nog meteen. Ja, die klote kaas en zo. Ik dacht, ik ga hem niet weer slitten, dan krijg ik weer een gameclip, dat hoeft niet. Ruktuur, goede wissel. Oh. Ja, maar het is gewoon een heel zacht tackeltje, maar hij gaat gewoon hard op zijn bek dan. Wat? Oh, dank u. Dit heet een individuele fout, hoor, dit. Jezus. Oeh, hij gaat toch weer op naar de grond, maar dat doet hij niet. Zo, hij komt er goed aan ook nog van mij. Oh, dat is nah, absoluut niet. Zo, nou, wat een beetje. Ja, ik hoor het zo, hoppakee. Wat? Wat bij het spel? Einde van de aanval, het is buitenspel. Ja, daar kan ik ook rekening mee houden dat hij buitenspel staat. Oké. Ja, ik kan er niks mee doen, want die heb geel al. Jezus, oh mijn god. Schiet kans! Oh, mis weer! Een mis oh, die is gewoon wel. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zo'n verkeerde timing. Wat ga je nu voor het balbezit of zo? Om hem bij het spel laten lopen, ja, nu kan hij bij het spel. Dat. De doelman is bij de bal en red. Hij heeft met corona gaan natuurlijk, en dan merk je, niet helemaal fit nog. Dank u. Hij geeft hem diep. Oh my god! Moet nu een keuze maken. Zo! Wat is verschrikkelijk dit dan. Niet te spelen met AZ, joh. Ja, wat een verschil is dan. Gewoon deze bal weer. En er is de vraag, gaat de keeper naar achter? Of duikt hij nog echt? That's the question. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja. Nou, hij gaat achter. Welke keeper gaat zo eruit? Welke keeper? Dat bedoel ik, je kan gewoon schieten hoor. En als je een hoek kiest, hij zit altijd, want de keeper steekt zijn handen niet uit. En gassen langs de zijlijn. Oei, dat gaat gelukkig goed. Hallo? Dat komt op af of. Nou! Oh, normaal kan ik er gewoon meteen. Oh, dank u. Komt er een doelpunt aan? En hij redt. Die kan erin. Zo, hij steekt zijn handen uit ook.
hoekschop in het centrum geplaatst. Ah, wat is dat voor eet? Buitenspel! Buitenspel daar! Dat kan niet. Je kan niet bij overtreding. Je kan er niet buiten. Oh, je kan wel buitenspel zijn natuurlijk. 6 minuten nog. En dan zit de reguliere speler. Ook als het door. Oh, kan nog steeds door. Nou, wat ben ik traag! Shit, ik had zelf een kans. Oh, lekker de balletje in hoor, in de kruising. Oh! Een leep balletje diep. Waar spel zit hij? Hij zit. Nou. Dat wel even een tussendoortje zijn voor Feyenoord, 4-0. Ja. Ja, maar ik hoef ook gewoon voor mijn gevoel niet te vertellen. Het schijnt, je hoeft er geen extra tijd bij te tellen, dat is tijd. Ah, come on! Gast, we laten hem nog even die steekbal geven. 4-0, jezus. Niet te spelen met AZ. Ik wil zeggen dat het gefladeerd is, maar het had ook 8-0 kunnen worden voor mijn gevoel. Niet tegen Feyenoord, niet van AZ. Eén schot, 42% balbezit. Ja. Ik was toeschouwer deze wedstrijd. Ja. Ongelooflijk. Niet te spelen. Veel raar ook. Maar ja, dit gaat niet gebeuren. Ik schat AZ hoger in dan AZ in FIFA. Ik denk het ook wel. Wat ik zeg, ik denk wel dat AZ gewoon gaat winnen eigenlijk. 3-1, dus we gaan het zien. Ja, toch? Nou jongens, like hebben deze video weer. En dan gaan wij over naar de volgende. Nou ja, dat nemen we volgende week op. Dus liken. Bye bye.